Sebastian, het woord is aan u. Dank u wel. Oké, plotse hartdood. Ik ga je even schuiven. Dus het hart is een elektrisch gestuurde pomp. En zoals vaak met elektronica kan dat plots stoppen met werken en meestal op heel ongelegen momenten. Dus ik ben Sebastian Ingelaar, ik ben een PhD-student bij professor Rick Willems. Ik ga iets vertellen over plotse dood. Ik ging ook iets vertellen over ischemisch hartlijden, maar daar hebben we al een heel mooie inleiding gekregen van professor Sinave. Dus daar kan ik misschien wat sneller over gaan, zodat professor Butz op tijd zijn trein kan halen. En ik ga iets vertellen over het gebruik van implanteerbare defibrillatoren. Nu, laat mij starten met een casus. Een man van 61 jaar oud, een voorgeschiedenis is van een hartinfarct in 2015 en die wordt dood aangetroffen door zijn echtgenote. Er gebeurt een autopsie en de conclusie na autopsie is eigenlijk een plotse hartdood. Nu, wat is het precies? Een plotse dood is eigenlijk een hartprobleem waardoor dat de pompfunctie van het hart plots stopt en dit leidt tot een plots en onverwachte bewustzijnsverlies. En meestal is dit het gevolg van een snelle hartritmestoornis van de kamers, zelden van een trage ritmestoornis. Ik denk dat we allemaal nog de beelden herinneren van het Europees kampioenschap voetbal, waarbij een speler eigenlijk plots tegen de grond gaat. En dit was eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een plotse dood, die dankzij goede interventies van het medisch team afgewend is kunnen worden. Maar in een niet beschermde omgeving haalt eigenlijk maar 5% nog niet toe het ziekenhuis levend. Nu, er is wat spraakverwarring. Een plotse dood is niet hetzelfde als een hartaanval. Een hartaanval is waar professor Sinave over heeft gesproken. Een zuurstoftekort naar het hart door verstopping in de kransslagaders. Een hartaderbreuk is een scheur in de grote slagaders. En een hartfalen is eigenlijk een verzwakte hartspier. Laat ons het probleem in kaart brengen. Jullie kennen als donateurs ongetwijfeld deze mooie poster. En ja, ik zal nog eens in herhaling vallen, maar 1 op 3 Belgen sterft aan hart- en vaatziekten. En hart- en vaatziekten is wereldwijd nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak. Als we dan verder kijken, ongeveer de helft van deze mensen sterft een plotse dood. En daarvan sterft ongeveer 90% ten gevolge van een ventriculaire of een kamerritmestoornis. Voelt iedereen zich nog goed? Want tegen het eind van mijn praatje zal in België 3 personen gestorven zijn aan hart- en vaatziekten. Dus hopelijk niet in deze zaal, want dan gaat professor Butz toch weer te laat zijn om zijn trein te nemen. Om terug te komen op de casus. Dus een man van 61 jaar oud, plots dood, teruggevonden. Dus iets, je wilt dat niet meemaken. En ja, dan rijst de vraag, wat kunnen we daaraan doen? Nu, in de eerste plaats is het belangrijk om een onderliggend lijden te behandelen. En bij deze man was er voorgeschiedenis van een hartinfarct in 2015. Dus dat was een patiënt met ischemisch hartlijden. Ik denk dat ik daar heel snel kan overgaan, gezien de introductie van de vorige spreker. Maar een infarct is nog altijd een heel belangrijke doodsoorzaak. Een infarct zorgt ervoor dat er een gemakkelijkere evolutie is naar hartfalen. Maar anderzijds, littekenweefsel in de hartspier zorgt ook voor hoog risico op dodelijke ritmestoornissen. Als we dan kijken naar de oorzaken, onderliggende oorzaken van plotse dood, dan zien we dat eigenlijk bij mensen onder de 35 jaar een merendeel sterft aan aangeboren hartafwijkingen, waaronder ook genetische voorbeschiktheid voor ritmestoornissen zoals een Brugada-syndroom of een lang QT-syndroom. Maar als we dan kijken, eenmaal boven de 35 jaar, ja, dan zijn kransslagadervernauwingen toch wel de belangrijkste oorzaak van plotse dood. Dus ja, ischemisch hartlijden is iets dat we moeten aanpakken. Daar kan ik ook weer over gaan. Maar natuurlijk, de aanpak van ischemisch hartlijden alleen zal niet kunnen voorkomen dat er toch nog gevaarlijke ritmestoornissen optreden. En wat hebben we dan? Ja, dan hebben we de implantatie van een ICD of een implanteerbare defibrillator. Ik heb hier ook 2 modelletjes mee. Ik zal die straks misschien buiten leggen. Dan kun je eens kijken hoe dat er precies uitziet. Want ja, met de coronamaatregelen weet ik niet of dat zo verstandig is om dat door te geven. Maar dus, ja, als er een infarct is, blijft er een risico op ritmestoornissen. En een ICD, een implanteerbare defibrillator, is een toestel dat wordt ingebracht en dat eigenlijk ritmestoornissen kan detecteren. En door het afleveren van een hoog voltageshock kan het eigenlijk die ritmestoornis corrigeren. Ik heb daar ook een voorbeeldje van bij.
Dus dit is een normaal pompend hart. Je ziet hier eigenlijk de kabel van de defibrillator. Het hart fibrilleert, gaat heel snel, staat eigenlijk quasi stil. Er komt een shock en het hartritme herstelt. En dan kunnen we zoiets krijgen, ook weer een voetballer die neervalt. En als je goed kijkt, zie je de knieën naar omhoog gaan. De defibrillator schokt, zijn hartritme herstelt. Hij wordt terug wakker en hij komt recht. En dan zouden we kunnen denken, oh simpel, iedereen, defibrillator, als er een ritmestoornis, shock, gepasseerd, klaar is Kees. Maar een ICD is een heel duur toestel. Een implantatie van een ICD kost gemiddeld €13.000. Er is een risico op complicaties, waarbij dat ja, iets minder dan 0,5% ook gewoon sterft door deze procedure. En op langere termijn is er ook een risico op complicaties, zoals ongepaste shock van het toestel. Ik denk dat iedereen wel al eens tegen een schrikdraad rond de weiland heeft gezeten. Dat is goed verschieten. Maar dat is 1,5, maximum 6 joule. Dergelijk toestel geeft tot 40 joule. Dus ja, dat is iets dat je niet wil meemaken. Daarboven heeft onderzoek van onze onderzoeksgroep getoond dat eigenlijk na 5 jaar 1/4 van de patiënten is gestorven aan een oorzaak die niks met de ritmestoornis te maken heeft, waarbij dat de defibrillator nooit een nuttige interventie heeft gedaan. Om het allemaal nog een beetje moeilijker te maken, is er de Meyerburg-paradox. Dus als we kijken het voorkomen van plotse hartdood in de algemene bevolking is heel laag. En wij focussen eigenlijk met onze studies en met implantaties van ICD's op de patiënten waarvan we weten dat er een hoog risico is op plotse dood. Maar als we gaan kijken naar plotse dood in zijn totaliteit voor alle mensen op de wereld, ja, dan zien we dat de meeste toch nog in de algemene populatie voorkomen, omdat daar gewoon de meeste mensen zijn. Dus ja, daar moeten we beter gaan zoeken wie we moeten behandelen met een ICD. Dus het moet beter. Nu, ik werk enerzijds op de Kermit ICD database. Daar proberen we les te trekken uit het verleden. Dat is een database met eigenlijk info over alle ICD-implantaties uitgevoerd in België. Ik zal beginnen met een vraag. Wie kent een man met een ICD, met een defibrillator hier in de zaal? Ja, 6 en 6,5 vingers. Wie kent een vrouw met een ICD? 2 vingers. Wie denkt dat evenveel vrouwen als mannen een ICD krijgen? Twee vingers. Daar nog in de verte van Christa. Wel, wij hebben gezien dat eigenlijk in België 21% van alle ICD-implantaties gebeurt bij vrouwen en 79% gebeurt bij mannen. En dat, ja, dat is toch een beetje een rode vlag en dat moet ons doen nadenken, want als we kijken naar het voorkomen van ischemisch hartlijden, dan is er een verhouding van 2 op 1, dus 2 keer meer mannen dan vrouwen met ischemisch hartlijden. Anderzijds, als we hier gaan kijken naar de patiënten met ischemisch hartlijden, dan is er een verhouding van 7 op 1. Dus 7 keer meer mannen met ischemisch hartlijden dan vrouwen die een ICD krijgen. Dat is toch iets waarbij we moeten denken in de toekomst dat dat anders moet. Ofwel behandelen we onze mannen veel beter, ofwel behandelen we de vrouwen veel slechter. En als we kijken naar de overleving, doen vrouwen het zelfs ietsje beter. Dus ja, daar gaan we toch meer moeten op letten in de toekomst om een gelijkwaardige behandeling en om dan ook het correcte effect van de therapie in te schatten. Verder werk ik ook op een database van ICD-patiënten in UZ Leuven. Het voordeel daar is dat we veel meer informatie beschikbaar hebben, onder andere een EKG, het elektrocardiogram. Wie heeft er hier al allemaal eens een EKG laten afnemen? Ja, ik hoop als ik straks zou vragen wie gaat er volgend jaar opnieuw doneren, dat ik evenveel vingers in de lucht zie gaan. Dus als we kijken naar het EKG, ja, er zit heel veel informatie in, ook heel veel verborgen informatie, dingen die we niet altijd met het blote oog kunnen zien. Als we hier eventjes inzoomen op dat kadertje, ja, dan zien we waar dat we eigenlijk normaal een mooie piek verwachten, zit er hier een kleine notch in de piek, dat noemt fragmentatie van het QRS-complex.
Tot op heden wordt dat beoordeeld door een cardioloog of door een assistent. En moeten wij kijken van, is er daar fragmentatie aanwezig? Ja, dan nee. Dan kunnen we zeggen, oké, ja, 1, nee, 0. Maar het zou wel handig zijn om dat te kwantificeren. En dus wij werken samen met de ingenieurs om dat eigenlijk te kwantificeren en per afleiding van het DKG een score te ontwikkelen tussen de 0 en de 1 om te bepalen hoeveel QRS-fragmentatie er is. En dan willen we eigenlijk met die waardes toegepast dus op onze database gaan kijken. Kunnen we daarmee voorspellen wie beter, een betere overleving heeft na het plaatsen van een ICD of wie een hoger risico heeft op terechte shocks van de ICD of op onterechte shocks van het ICD. Verder werk ik ook op een experimenteel model, een varkensmodel van hartinfarct. Omdat het natuurlijk belangrijk is, als we het onderliggende mechanisme van dergelijke ritmestoornissen beter begrijpen, dan gaan we ook kunnen kijken voor nog nieuwe therapieën. Want ja, ik heb juist besproken, ICD, heel goed, maar ook heel belangrijke nadelen. Dus nieuwe therapieën zijn zeker welkom. En een betere risicostratificatie is uiteraard ook belangrijk. Als we dan gaan kijken, dus wij hebben een varkentje. Dat zijn dus de kransslagaders, voor de persoon die er is, we weten over de kransslagaders. En dan gaan we daar eigenlijk het ballonnetje dat professor Sinave gebruikt om uw bloedvaten weer open te maken, gebruiken wij eigenlijk om het bloedvat gedurende 2 uur dicht te houden. En dan is er gedurende 2 uur geen bloedvoorziening naar het hart en krijg je eigenlijk een hartinfarct en littekenvorming. Die littekenvorming gaan we dan later in beeld brengen met MRI. En hier in het donkergrijs ziet je normaal hartspierweefsel en dan in het wit ziet je eigenlijk littekenweefsel in het hart. Nadien doen we ook elektrofysiologisch onderzoek. Wij kijken nu een beetje naar de rol van plotse bloeddrukstijgingen op aritmogenese, op de gevoeligheid voor ritmestoornissen. Dus in eerste plaats hebben we hier een kathetertje die we inbrengen om de druk te meten. We brengen een ballon in de grote slagader. En door die ballon op te blazen krijgen we eigenlijk een plotse bloeddrukstijging. Verder gaan we nog meer in detail en brengen we dan een ballonnetje in het linkerventrikel en daarmee kunnen we eigenlijk de elektrische activiteit van het hart in kaart brengen. En dan krijgen we zoiets waarbij dat we onder andere onze littekenweefsel kunnen afleiden, hier in het zwart. Daar rond hebben we een transitiezone, een overgangszone. Dan hebben we eigenlijk een gezonde zone. En dan proberen we opnieuw ritmestoornissen uit te lokken en te kijken waar deze ontstaan. Maar dat is natuurlijk allemaal vrij invasief. Dus in de toekomst hopen we, en mede dankzij uw steun, hopen we eigenlijk bij patiënten beeldvorming te kunnen doen. En eigenlijk met oppervlakte EKG, een computermodel, zo te gaan kijken waar dat er zich ritmestoornissen vormen en wat dat we daar het beste kunnen aan doen.